Opgelet. Omdat sommige mensen liever niet op beeld wilden, heb ik de beelden waarop zij te zien waren, verschuift. Excuses voor het ongemak. Hey, Nesto! En dan is het nu tijd voor Chinese pingpong. Goedemorgen, dames en heren. Binnenmiddag. Het is kort na 11. Daar dient het weekend voor. Even opstaan. Ik heb dus al kort na 11 geslapen. We zijn bij Sarah vandaag. En ik ga eens een beetje uitleg geven over alles wat er is gebeurd tijdens dat we bij mama waren. Oké. Ik heb trouwens ook al 2 dagen geen wifi. Dat is niet normaal. Gisteren, hup, wifi weggevallen. Ik kon niks meer mee aanvangen. Ik dacht van ja, zal vandaag wel terugkomen. Check je wifi vandaag op mijn gsm. Niks. Dus. Sploten. Wifi. Jezus! Oh, ik dacht dat ik niet hoorde. Laurens, als je vertrekt, langs de garage. Ja? Boven zijn knopje. Geef het weg. Ja. Oké. Laurens was u aan het filmen en is u aan het filmen. Ja, het is al gedaan. Laurens Stampbeeld. Lego Mario time. Allee, kom dan, Rie. Allee, kom aan, joh. Hier kijk je op de fucking vloer. Ja, ja. Goed, die zet op de volgende. Zeker van? Ja, die heeft dat gezegd misschien. Ik zit hier al 1 minuut 48 te filmen. Hè. Die zag mij ook op. Maar waarom komt die dan niet? Als ik dat jaar ben geweest. Nee? Prank verpest. Oké, wat er vandaag op de planning staat, is we gaan naar het feestje van Katrien. van Katrien, ik bedoel van Cato en Marie, dat zijn mijn 2 nichten. Marie is 15 geworden en Cato is 18 geworden, dus mijlpaal voor Cato, want die wordt 18. Ik ga nu nog snel even een hotdog naar binnen werken. Hier zo. Even nog wat uitleg geven, binnen een kwartier moet ik vertellen, dus ik moet even snel die hotdog zo gam, mijn strot douwen en dan is het klaar.
Ja, zo gaan we dat dus zeker doen. Gewoon ham. Hier is terug naar huis, want je ziet hier niet. De vorige keer, bedoelde net, was die maat te ver gereden toen hij aankwam. Dus ik ga op vakantie naar Malaga, maar dat wist jullie al. Wij vertrekken 31 oktober, dus zeg je dat binnen 14 dagen, binnen 2 weken vliegen wij naar Malaga. We gaan heel vroeg opstaan. We gaan daar een week blijven ongeveer. We vertrekken van zondag tot zaterdag, denk ik. Dus, of van zaterdag tot zondag. Nee, dat was van zondag en dan tot de volgende zaterdag. Ja, dat was het. En dan komen we, denk ik, de 7e november terug, als de allerheilige vakantie gedaan is. En dan, we hebben een vlucht echt heel vroeg. We hebben, een vlucht om 5:30 al in de morgen. En we moeten naar Amsterdam rijden. Naar Amsterdam Schiphol. Toen we naar Spanje gingen, hadden we ook een vroege vlucht. Toen was dat denk ik 7 uur of 6:30 ongeveer. En, maar toen was dat in Brussel, dus nog steeds in België, dat we naartoe moesten rijden. Maar nu moeten we dus helemaal naar Amsterdam rijden. En fuck, dat grote luchthaven, dus hey, we moeten wel een paar uurtjes doorbrengen hoor. Dus we moeten om 12:30 moeten we vertrekken. 12:30, ah ja, opstaan eigenlijk, maar we gaan dus niet slapen. We gaan dus gewoon niet slapen. Oh man, mijn arm begint zeer te doen. Dus om 12:30. Dus of we moeten heel vroeg gaan slapen, of we gaan gewoon niet slapen. En ik ga gewoon ook gewoon niet slapen, want ik wil weten hoe het is om gewoon eens een nacht niet te slapen. Kijk wat de effect is en zo. Kijk of ik zonder kan, misschien wel 1 keer, maar als je dat elke keer moet doen, zou het niet lukken, denk ik. Dus wel een experiment. 20 oktober gaan wij een testrit maken met de auto, met onze nieuwe auto. Dus dat is ook al bijna, 20 oktober, dat is nu woensdag. Dus helemaal top. Papa's in Ibiza, ja. Dat was ik even helemaal op mijn brein gewist. Die is met de tennis naar Ibiza gegaan. En die komt vandaag terug, net als het feestje is. Dus beter moment kon we niet uitkiezen. Die zit nu op het vliegtuig als het goed is en als die landt, half vijf dacht ik. Maar die komt om 9:00 naar het feestje pas. Ik en Amarije speed met de fiets. Amarije is met de tennis naar Ibiza geweest. Fucking. Heeft er volgens mij echt van genoten. Amarije is net gedoucht. En nu gaan we ons klaarmaken voor de vertrek. Gaat je naar douchen? Nee? Nee, ik ben al gedoucht. Helemaal fresh. Dat is toch leuk, hè? Een regendouche. Mm-hmm. Ik vind het echt zo zalig. Dat is toch beter. Ja, dat is. Als je zo'n dunne douche hebt. Als je zelf douchen, regendouche voor de E. Regendouche.be. Nee, ik wacht nog. Het licht aan. Zo, ik zie het wel een beetje nat natuurlijk. Kijk, dat ding daar, dat is een huge douchekop. Dat is echt niet normaal. Maar dat is wel echt leuk. Het gaat ook toch gegeten? Ja. Ja, ik ben dat vergeten. Oké, we zijn gearriveerd op locatie. Hier komt Sarah naar hier, dus we gaan even tennissen. En papa komt straks om 9:00. Dan is hij hier, want ik kom natuurlijk van een pizza. En ik ga nu ondertussen editen. Ik weet dat nu gedacht dat we feest dat ik ging editen. Ja. Ik zit hier te vloggen. Er gaat hier iets in, ofwel is het vlees ofwel is het popcorn. Ik denk vlees en popcorn zou nu een beetje wel te vroeg zijn. Gaat dat makkelijk? Ja. En dat gaat niet echt. Pijn moet dit te eten. Dat is een katje. Een katje, maar die is er ook. Wat is dat? Een carpaccio? Ja. En we zitten pijnmoed bij het eten. Omdat die dat niet lust. Dat is ook een optie, hè? Pijnmoed bij het. Ponk. Dat er toch zo draaien en eruit trekken.
Oh. Die flowtelefoon. We gaan eerst soep eten. En die leuke kop moet ik wegkleuren. Anders is de hele vorfenfest en word ik het die man thuis. Maar nu gaan we soep eten. Ja. Ja, het is goed, hè. En dan jouw Chinese pingpong doen. Ding dong. Ding dong, hoe ben je vandaag? En gisteren was je een kei boven met een film. Nee, man. Wie is dat? Hey, Nesto! Oh, schattig! Ja, ik heb twee zuurlanden. Wat? Een hey! Wow. Dat is kei schattig. Jij hebt mijn plaats. Waar is er? Ja, stoel naar binnen doen. Nesta, jij blijft hier, hè? Daar ben ik. Ja, ik sta daar ook niet. Het juiste, ja. En dan is het nu tijd voor Chinese pingpong. Chinese pingpong! Kato gaat weg. Dat is niet leuk. Je mag niet weg. Zo. Mee eten. Nee. Flink. Chinese pingpong. Toen net bij het eerste spel ben ik gewonnen. Deze win ik niet. Ook niet eens tot in de finale. En daarnet won ik, verdomme. Yes! Wie wint de finale? Hoeveel is het? 2-1. 2-1. Hey! Ja, ik ben blij. Ik heb zoveel. Hé, Amber, doe nog eens hoe je afslaagt. Een bal? Ja, geef eens die bal. Wat? Zo slaat hij dus open, hè? Die heeft tennis gedaan. En dan kroketten. Chinese part 2. Ja, Allee! Hey, Hey,
En nu is het Rackstock time. Oké, nog steeds slapen. Ja, even uitkijken. Misschien moet ik... Oh ja. Dat is gewoon hoe ik uitadem, hè. Wow, dat is raar. Kijk, hè. Marie. Droog, meneer? Oh ja, koud. Ah ja, ik zijn vrouw. Je zijn koud. Ik kan niet zelf. Ah, je vlog. Oké, nog eens. Wee. Laat dat buikje maar zien. Buikje. Ah, voet. Ik ga niet zo dicht hangen. Dus kunt je niet, hè? Je bent echt te klein. Ik moet een aanloop nemen. Ja, kijk zoals Louis doet. Wacht, hè? Moet ik eens helpen, Marie? Lukt. Moet ik helpen, Marie? Marie heeft een beetje een heese stem van gisteren. Een beetje gezelschapsspelletjes gaan spelen op 1 uur 's nachts. Oh ja, kijk Louis, jongen, hey! Snackmaas, snackmaas, dat was ik nu. Marie, je viel al bijna daarnet. Oh, hij is drie. I'm back in Belgium. Ja. Beetje bijgebruind. Nou, en, hartstikke lekker weg, man. Ja, maar de mensen hebben dat niet doorgehad dat je weg was. Maar dat is bij mama, hè. En dat verloor ik niet, hè. Dus, onbekend. Maar ik heb het vandaag wel gezegd en nu denk ik, flapje terug, flapje terug. Ik heb je wel gemist, flapje. En we binnen 2 weken zijn we weg. Ja, Malaga. Ik heb ook een heel mooi t-shirt gekregen. Van de Mick Ibiza. Kijk, dat kun je nog niet zien. Ibiza. Geweldig. Hartstikke leuk, man. Mensen ziet er ook vanaf, ze. Ze had heel dat grog in die hond. Down. Maat. Come on, take it off. Come on. Up. Oh, I'm gonna take you down. Doe maar wat. You can't believe it. I can't believe it now. Let's get it. Oh, maat. We rijden terug. Met zijn papa op de elektrische fiets van de papa van Sarah.
Amber op haar fiets. En hier. De pit. Pitje. Een heel zijn kostuum aan. Ja? Op de vloot terug naar huis. Hé, hey, daarnet jongen, we zwalpen hier. Oh ja. Ja, wel een schone vloot. Ja. Ja. Oh ja, zie. Dat is toch geweldig. Het is hoe laat? 1 uur 20. Half 2 meneer hier. Klikschoenen aan, heel kostuum. Rugzakje. Helm. Dit is goede content. Oh, dit is. Het wordt een geweldige vlog. Ik ga me nu helemaal kapot lachen tijdens editen. Hé, hey, zie dat je niet tegen. Aan... Oh, hier. Oh, Pit. Hier raap je. Oosterwijk, maar. Is het hier één? Maar nee, toch? Zo rijk ik nooit, hè. Kan toch bij ons blijven pitten? En bij ons blijven pitten? Ja. Van mij mocht je. Oh. Holy hoe. Van ons mocht jij. Ja, Sarah woont daar, hè. Oh, ribbels. Ik zie niet in de zo al vallen. Nog. Ja. Ja. Hey, welkom, hè. Kijk tof. Welkom. Ja, sorry. Oh, hier is het goed warm. Oh, heel wet. Ik heb een schoen. Ja. Oh, welkom home. We morgen rijden om 11 uur. Het is in Westerlo te doen. Morgen is het elke week ergens anders, maar nu is het in Westerlo. We staan naartoe. Warm hier, hè? Oké, okay, Pitje is buiten. Even afkoelen. Zo, oké, jongens. Amber is naar boven. Die was echt gewoon killed. Ik ga zometeen ook naar boven, morgen natuurlijk rijden. En de pit blijft hier waarschijnlijk slapen. Echt geweldig, want ja, echt nee. Die woont hier nog een stukje vandaan en die is met de fiets. En je hebt misschien daarnet in de video al kunnen zien waar hij aan het zwalpen was. En er kwamen soms auto's aan en ik heb altijd moeten zeggen van pas op voor die auto's, je gaat aan de kant, want die gaan van hier naar links en rechts, over die baan helemaal, kijk, gas moeten bijgeven of keihard moeten remmen altijd. Je kunt die gewoon zo niet naar huis laten gaan. Zeg, papa zei het net ook, maar waar gaat hij nu slapen? Er zijn twee slaapplekken, bij mij in bed of op de zetel. Als je bij mij in bed gaat slapen, hopelijk niet. In mijn deken afpakken, ik heb er geen probleem mee, maar... Hoop ik niet ergst. Maar nee, echt, je kunt die zo naar huis laten gaan, echt. Nee, dat is geen optie. Je woont hier nog een stuk vandaan, dus nee. Gaan we niet doen, we gaan het niet riskeren. Dus we droppen hier gewoon. Morgen vroeg, ambiance, muziek. Normaal gingen we nu ook muziek doen, maar Marie, Louis en Amber liggen al in bed, dus nee. Dat wordt hem ook niet, maar morgen vroeg, feest. Jongens, ik ga echt... Zo hard plat liggen van het lachen tijdens editen. Ik heb gewoon zin om nu gewoon de vlog te zeggen van fuck it, ik stop hier de vlog, ik wil gewoon gelijk editen. Maar dat is voor morgen na de mountainbike, denk ik. Ik heb chips opengemaakt. Ham. Ik stak onze spullen in, iPad en oplader en zo. Ik moest natuurlijk meenemen voor het editen, ik kan moeilijk mijn hele PC gaan meenemen. Dus een zakje van Louis Vuitton. Wij spraken dat Marie, het kindje van Sarah, sprak je letterlijk uit als Louis Vuitton. Plaats aan Vuitton. Ik hoor iets. Who is there? Amber, Louis en Marie slapen al. Dus. Ik weet niet. Yes. We hebben hier een half uur staan doordrammen voor hier te blijven slapen. En die komt dan nee. En toch ineens, ik luister naar ei. Echt geweldig. Papa naar zijn vrouw bericht gestuurd van mag hem blijven slapen. Zeteltje helemaal geprepareerd voor verwarming bij Nestel.
een half uur hebben we hier staan bezig om die gast te overtuigen. Kom, hier is een zetelke. Stap pas op. Kom, stap. Nesten hier. Kom. Zie, ik zit daar hier. Ja, als je zin hebt, drink ze bij nog. Als je geen zin hebt, laat dat staan. Ik vind het allemaal niet erg. Wat? En dan ik kunnen wil naar het wc gaan. Oh, wacht. Dat is niet bij het. Nee, dat is de deur. Ja, ik kan er slapen. Hier, ja, pissen. Hier, gewoon pissen. Papa, ja. Hier, doe je dat, hè. Wat is dat, man? Dag, Pietje, ja. Hé, hey, het is eindelijk gelukt na een half uur. Oh. Wie is hij? Heb ze, ja. Hoor. Hé, hey, kan het zien? Oh, nee. Ik heb een zetel al opgewerkt, nee. Lekker, zo. Kom eens, dat kan een heel leeg. Oh, nee. Man, nee. Ik ben zo verlegen. Voor wat? Ik wil hem echt niet horen. Kom. Nu ineens wil ik niet meer. Allee, ja, kom aan. Het is niet leuk, hè, Nesto? Zie je ze. Voilà. Goed. Je ziet hoe schattig het is. Oh, papa, jongen. Papa. If you need to look better, baby. Just like saw you. It's not a gold heart. So fine. Altijd feest met deze man. Als je nou precies niet zegt van mijn voetjes liggen, maar dan kunnen echt voetjes hier liggen. Ga toch niet terug richten, nee, voilà. Ik krijg de kans gezien als je dan zin hebt om nog wat te geven te zien. Het is gewoon een trood balken. Nee, nee, nee. Hier recht komen. Ik kan die niet bij hun leggen. Ben. Oh, met mijn vriendin? Nee. Ik weet niet of Michel gestuurd te wachten. Het is zo. Ja, ja. Kan die ook? Ja, ik weet. Ja, ik heb hem gezien. Het is cool, ja. Heb je hem gezien? Sorry, hè. Hey. Ik heb hem gezien, ja. Allee, vooruit. Tot morgen, zien. Hè. We kunnen mij zien. Yo, bye bye. Hier, dat is een okse. Ja. Hier is ze. Hey. Zeg, Jan, schilder. Ja, daar. Jawel, dan zijn we er eenste. Ik trek op niks. Allee, tada. Joe. Oh, man. Bon. Beetje in de schienenzetel slapen, die gaat bij mij in bed kruipen. Ik ga naar boven, ik kan even zien een laier pakken. Morgen vroeg komt zijn vrouw naar hier als het goed is. Wie net wakker gewild, dat was een heel gesprek. Ik ga ook nog alle lichten uit doen, een laier pakken. En dan ga ik ook naar boven. Het is tijd, want het is 3 uur. Ik moet nog morgen mountainbiken. Dus, wish me luck. Ik ga boven nog even een stukje filmen dat hij in bed kruipt. Of hij al in bed ligt. En dan komt de outro. Ik ga eens kijken hoe het er boven voor staat. Ja, ja. Papa. Lig je in bed? Ja. Zie je. Zie je. Flapje erin. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer terug. Peace out.